voorhelft, zoals het er nu naar uitziet toch. Proton volgt op 2 minuten. Betekent dat het 5 secondjes teruggepakt heeft. Maar echt gehaast zijn ze hier niet. Ze gaan geen krachten verspillen aan renners die dat niet waard zijn. In de kopgroep van 9 man zitten 6 renners die in het klassement tussen de 18e en de 27e plaats staan. Dus allemaal mannen die net niet met de top mee kunnen. We zagen vanuit de lucht even Maarten den Bakker in zijn trui van kampioen van Nederland naar voren schuiven. Dat is een etappe die ook wel een beetje past bij de mogelijkheden van de Nederlandse kampioen. Reach, 16 kilometer nog tot Valence met 8 vluchters. Er zijn er 2 bij uit dezelfde ploeg. Uit de Ros Lotto ploeg, Stefano Cattei en Marco Fincato. En voort 6 enkelingen. Ik was even op Radio Tour aan het luisteren wie naar de medische controle moet vandaag. Dat zijn zoals elke dag de 1e en de 3e van de etappe. En voorts nog 2 renners die door het lot zijn aangewezen. Dat zijn vandaag Francesco Frattini van Gewis en Marcello Siboni van Carrera. En mochten die 2
nog uit de wedstrijd verdwijnen, of een van beiden dan zijn aangeduid als reserven bij lottrekking. Pascal Hervé van Festina en François Simon van Gannes. Madouas neemt nog een energierijk drankje tot zich. Dit is de man die het meeste kans maakt om de etappe te winnen. Brochard, als hij zijn zenuwen een beetje onder controle kan houden. Hij kan het in een spurt afmaken. Hij kan het afmaken met een late demarrage. Hij moet uitkijken in de spurt voor de kampioen van Spanje, Manuel Fernández Guinness. Die is kampioen van Spanje geworden in de spurt. Rooks zal normaal net iets te kort komen in een spurt. Die zou het met een late uitval moeten proberen. Beetje moeilijk in te schatten wat de Italianen, de Italiaanse ploegmaats Cattai en Fincato, waard zijn in een spurt. Ellie maakt zich kwaad op Rooks omdat hij een gaatje laat vallen. Daar is Juan Fernandez om nog eens te praten met Manuel Fernandez Guinness. Telecom lijkt er toch nog in te geloven, of is dit gewoon maar het normale werk van de ploeg met de gele trui. Bijtzen komt ook naar voren links om zich niet meer te laten verrassen in de finale. We krijgen nog een gevaarlijke, verraderlijke finale. Op iets meer dan 3 kilometer van de finish moeten we nog de Pont des Anglais over. Dat is een spoorwegbrug. Dan gaat het nog even steil bergop. Zij het maar over 100 meter. Maar u kent de uitdrukking wel. Een renner die geen brug overgeraakt. Wel, zo zijn er. Dan kort daarna is er een wegversmalling. En in de laatste kilometer zijn er nog 2 haakse bochten. Eerst eentje naar rechts en dan nog eentje naar links op 250 meter van de finish. TVM was daar ook goed vertegenwoordigd aan de kop van het peloton. Het zou erop kunnen wijzen dat Blijlevens in het peloton zit. Maar in de spits komen ze niet meer, vrees ik. Hier wordt nog altijd goed gewerkt. Chipi González, de Colombiaan, werkt ook mee. Laurent Rooks. Brochard, Manuel Fernandez Guinness, Madouas en daar is Kees Priem. Ik neem aan dat het Priem is, het kan ook Ad Wijnands zijn, het is Ad Wijnands.
Een goede 10 kilometer nog. En er zit een half Nederlandse overwinning in met Laurent Roeks die voor TVM rijdt. Maar nog eens, de favoriet voor de ritzege is Laurent Brochard. 28 jaar is de Fransman, hier hebt u hem, aan zijn derde toerdeelname toe. Dit jaar met de besten gewedijverd op alle mogelijke terreinen, in de klassiekers, in de tijdritten en in de koers van de Dauphiné Libéré. Maar nooit gewonnen. Laatste 10 kilometer. Drie minuten 10 seconden is de voorsprong. Manuel Fernández Guinness gaat dus een aardige sprong maken in het klassement. Op 7.54 komt hij daarmee. En dat brengt hem op de 13e plaats. Maar gevaarlijk wordt de Andalusier daarmee niet. Ja, nu moeten ze wel rijden hier om het verschil niet nog veel groter te laten worden. Ze krijgen geen steun van niemand. Iedereen weet dat de ritzege gaan vliegen is. Minder dan 10 kilometer en een verschil van 3 minuten en 10. Het mag dan nog tegenwind zijn in de finale. Dat valt niet meer goed te maken. In deze groep schuilt de ritwinnaar. Dit is Stefano Cattai aan de leiding. Een zesdejaarsprof die nog nooit heeft gewonnen. Laurent Roeks die is aan zijn derde jaar bezig. Heeft 2 jaar bij Castorama gereden. En viel zonder merk door het verdwijnen van die ploeg. Maar dat heeft niet lang geduurd. Roeks heeft vorig jaar in het wereldkampioenschap in Duitama de eerste helft van de wedstrijd in zijn eentje op kop gereden op een zwaar parcours. En 's avonds hing Guido van Kalster, een van de assistentploegleiders van TVM, al aan de telefoon of hij geen zin had om naar de ploeg te komen. In eerste instantie had hij niet zoveel zin, hoopte nog een plaats in een Franse ploeg te vinden, maar dat lukte niet. En is toch maar eens gaan kijken en het is hem daar uitstekend meegevallen. En hij is een goed seizoen aan het rijden. Had dus Frans kampioen kunnen worden als hij iets sneller had gespurt in Castres, waar het Franse kampioenschap is gereden.
Voorlopig geen demarages in de kopgroep van 8. Terrein leent zich daar ook nog niet toe. Dat wordt maar interessant in de laatste kilometers. Laatste 5 kilometers. Het verschil is 3 minuten. Klein beetje kleiner geworden. Ik herhaal nog even dat we in deze etappe al zeker 4 opgaves hebben. 2 man uit de Gewis-ploeg, 2 ploegmaats dus van Yevgeny Berdzin, hebben de koers verlaten. Dat zijn Dario Botaro en Nicola Minali. We houden dus nog 5 man van Gewis over. Met andere woorden, Yevgeny Berdzin beschikt nog over 4 ploegmaats. En hebben ook de wedstrijd verlaten Max Chandri van Motorola en Dirk Beldinge, de jonge Duitser Dirk Beldinge van Pulti. Nog 4 kilometer. Straks krijgen we die spoorwegbrug, de Pont des Anglais. Dat zou een gelegenheid kunnen zijn voor een mannetje hier om te proberen weg te komen. Of denken ze allemaal dat ze het in de spurt kunnen halen. Misschien zijn er ook wel bij die helemaal niks meer kunnen en gewoon blij zijn dat ze op zijn minst een ereplaats gaan behalen. Zeker van een plaats bij de beste 8, is dat iets waard? Tja. Dan moeten we toch aanstippen. En daar gaat Alberto Elli. Het was niet te vermijden. Marco Fincato gaat mee. Brochard reageert. De tweede demarrage wordt de gevaarlijkste. Meestal reageert iedereen nog bij de eerste. 3 kilometer. Ja, hier werken ze nog redelijk goed samen. Om Elli en Fincato te pakken. En wie dan kan gaan, die zou wel eens definitief weg kunnen zijn. Valt toch een gaatje. Roeks rijdt er in zijn eentje naartoe. Roeks kijkt een keertje om. Hoe zit het daarachter? Dat willen we ook wel graag weten. De rest kijkt ook om. Gaan we door met z'n drieën? Of komt de rest ook terug? Roeks heeft nog geen zin om over te nemen. Ja, toch een aardige kloof gevallen. Hier gaan ze zitten twijfelen natuurlijk met z'n vijven. Wie rijdt nog? Wie wil nog? Kijk, die rijden zichzelf nu in de nederlaag. Roeks wil nog altijd niet op kop komen hier. Neemt een risico. Peloton volgt op 2,55 nu. Fincato. En hier met z'n vijven Brochard vertrekt. En de rest gaat mee. Lekke band nu voor Peter Lutenberger. Die zou daardoor nog tijd kunnen verliezen bij de aankomst.
Luttenberger die in het klassement zesde staat. Lekke band op 4 kilometer van de finish. En vooraan krijgen we een hergroepering. Wie gaat er nu? Brochard, die is echt heel sterk vandaag. Kataj probeert mee te gaan. Raakt moeilijk tot in het wiel. Maar het lukt hem toch. Chippy González gaat het proberen. De Colombiaan op 1 kilometer van de finish. Links van de weg, Chippy González. Alles of niets. Je weet maar nooit. Als ze te veel naar elkaar zitten te kijken, dan is hij misschien wel vertrokken. Dat zou wat zijn. Een Colombiaanse ritzege alsnog. En hij heeft een kans, want daarachter bestaat het risico dat ze naar elkaar gaan kijken. Voilà. Licht hellende aankomst. Dat is goed voor deze Colombiaan. Kijk eens aan. Chippy González gaat het halen. Chippy González. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij dat op presenteerblaadje krijgt door het aarzelen daarachter. Maar meestal is het zo. De eerste ontsnapping, daar gaat iedereen nog achteraan. Maar bij de tweede demarrage is het meestal raak. Chippy González gaat winnen. We gaan meteen ook een Colombiaanse ritzegen krijgen in deze Tour. We hebben al bijna alle nationaliteiten gehad, behalve de Belgische, behalve de Vlaamse. Ook op deze 11 juli, de Vlaamse Nationale Feestdag. Geen Vlaamse overwinning, dicht op geen enkel moment ingezeten. Maar wat niet verwacht werd, een Colombiaanse ritzegen. Chippy González. Of gaan ze hem toch nog pakken? Hij mag niet stilvallen op het einde. Mag niet stilvallen, Chippy González. Hij is dicht bij de finish. Maar ja, hij haalt het. Chippy González haalt het voor Manuel Fernández Guinness. Elie, Brochard, Fincato, Roux, Kataj en Madouas. En of hij er blij mee is, een zwaar getroffen Kelme Ploeg pakt dan toch een ritzegen. Kelme Ploeg die al in de eerste etappe Hernán Buenahora heeft verloren op Nederlands grondgebied door een valpartij. En kort daarna ook een andere klimmer uit de ploeg, Laudelino Cubino. Chippy González, eerste ronde van Frankrijk, 27 jaar. Een man uit de streek van Fabio Parra. Een man die destijds nog mee op het podium heeft gestaan bij de Tour, die derde geworden is in een Tour de France. In 86 geloof ik. Een klimmertje dat ook goed op het vlakke mee kan en dat heeft hij vandaag dus bewezen. De negende plaats, is daar nog iemand in geïnteresseerd? Blijkbaar wel. Rolf Alda kijkt een keertje om. Waar zit Zabel? Ook Baldato gaat nog mee spurten. Die gelooft blijkbaar ook nog dat hij de groene trui kan pakken. Baldato staat niet zo slecht geplaatst in dat groene klassement. Op de derde plaats staat hij, 133 punten. Dat zijn er wel 64 minder dan Zabel. Dat wordt een hele moeilijke klus om dat nog voor elkaar te krijgen. Een rare spurt. Laatste bocht op 250 meter van de finish. Bocht van 90 graden nog.
Er valt nog een kloofje in het peloton, maar dat zal nog wel gedicht worden. Baldato en Zabel, dat zijn de mannen die we in de gaten moeten houden. Een spurt op leven en dood voor de negende plaats. En het is Zabel die het haalt voor Baldato. Dus Zabel doet een uitstekende zaak vandaag in de verdediging voor die groene trui. Negende plaats voor Zabel, tiende voor Baldato. En onderweg heeft Zabel ook al een tussenspurt gewonnen. Dus hij verstevigt zijn groene trui nog in een etappe die goed verlopen is voor Telecom. De gele trui niet in gevaar en de groene trui verstevigt.